Welkom bij Pulse Rental. In deze video leggen we je uit hoe je op de juiste manier een veiligheidsharnas aantrekt. Voor gebruik, controleer of het harnas is voorzien van een geldige keuring. Pak het harnas vast bij de D-ring op de rugplaat. Zorg dat alle banden en gespen recht naar beneden hangen. Hang de twee bovenste banden over je schouders en zorg dat de rugplaat met D-ring tussen je schouderbladen zit. Houd met één hand de twee bovenste banden op borsthoogte vast. Aan je linkerzijde vind je drie gespen. Houd de banden recht en kijk welke gesp naar boven wijst. Pak deze gesp om de linkse bovenste band mee te verbinden. Herhaal deze stap voor de rechterzijde. Neem één van de twee beenbanden die tussen je benen hangt. Deze verbind je met de gesp die nu naar beneden wijst. Doe hetzelfde ook aan de andere zijde. De laatste twee gespen, waarvan één ook voorzien is van een D-ring, wijzen vervolgens naar elkaar toe. Verbind ook deze met elkaar. Vervolgens ga je het harnas correct afstellen. De band met D-ring aan de voorzijde moet op borstbeenhoogte worden afgesteld. Door de bovenste banden omhoog te verstellen, gaat de band met D-ring ook omhoog. Stel af tot de juiste hoogte van je borstbeen. Controleer nogmaals of de rugplaat tussen de schouders zit. Stel deze indien nodig bij. Als laatste stel je de beenbanden af. Trek deze dusdanig strak dat het harnas goed strak aansluit op het hele bovenlichaam. Ter controle of het harnas goed strak aansluit, kun je op diverse plaatsen een hand tussen een willekeurige band doorsteken. Maak vervolgens een vuist en probeer deze terug te trekken. Dit moet zeer moeizaam gaan. Het bevestigen van een valbeveiliging of instelbaar koord mag alleen aan de D-ring aan de voorzijde ter hoogte van je borstbeen of aan de D-ring op de rugplaat. Dit staat ook aangegeven op beide D-ringen door middel van de letter A, ankerpunt. Het veiligheidsharnas is nu klaar voor gebruik.